Welkom op deze menu, Janneke. Wat is uw analyse van de wedstrijd? Dat zal lang duren. Dat is een tamelijk lange analyse. De eerste helft vond ik dat wij het best uit de startblok geschoten, denk ik. Met terecht een kans, een kopbal van Davy Zwan. De eerste minuut. Dan wordt het langzaam gelijk opgaand. En het eerste doelpunt dat we tegenkrijgen, dan gaan wij in de fout, denk ik. Onze middenvelder die balverlies heeft. De bal wordt terecht naar de nieuwe speler, rechterflank gestuurd, die het mooi afmaakt. 1-0. We krijgen wel een minuut later een mooie kans. Bazijn, mijn linkerflankspeler, door, balletje voor het doel. Ik kan het wetens tracht af te maken, maar de keeper pakt hem met een beenveeg. In plaats van 1-1 blijft het daar 1-0. Dan gaat het tamelijk op en af met kansen langs beide kanten. 1-0 aan de rust, dacht ik. Dus op dat moment is dat zeker niet voldoende van ons. Op dat moment doe ik ook een vervanging. Ja, wij zijn onze diepe spits kwijt, Sam Crispijn, zou het wel weten. Dus wij zijn een beetje zoekende voor hem. Proberen we nu met de plaats van Rinus Anton van Born, een aanvallende middenvelder diep. Rinus weer op zijn vertrouwde flank, waar dat hij vorig jaar speelde. Ik vond dat dat beter ging ook. We krijgen de kans op 1-1, een enorme grote kans via Davy Zwa. Die faalt en op de tegenaanval scoren we 2-0. Op dat moment denk ik van ja, dat is hier over en uit. Maar ik vind dat mijn jongens op een bepaalde manier goed teruggevochten hebben. We komen dan een paar minuutjes later op een vrije trap van Davy Zwa via Rinus van Boom, denk ik, met de kop 2-1 terug. Dan is het een beetje druk van ons, maar we moeten heel te opletten toch op fases van jullie. Nee, met toch een snelle Tardio voorin die op de loer ligt. En valt dan die strafschop, de 2-2, de eerste strafschop? Kan dat? Ja, dat klopt. Ja. Dus 2-2. Dan de strafschop langs jullie zijde. 3-2. Dan vallen er rode kaarten, denk ik. Ja. De nummer 77. Had al een keer heel gekregen. Ik weet niet of dat rechtstreeks rood is of dat zijn dubbel is. Dat was rechtstreeks. Ja, tegen 10 man. Wij komen dan 3-3 terug via Anton van Born. En dan net voor tijd. Ja, ik denk dat het penalty was, denk ik toch. Ja, Kripping die Kenneth Wijtens onderuit haalt. Die dan ook zijn tweede heel krijgt, dacht ik. Ja. Ik denk dat je daar weinig kunt over discussiëren. Als een speler alleen op doel af is voor de doelman, is dat minstens scheel, denk ik. Wij scoren. Op dat moment misschien iets te gevleid. Moet ik er eerlijk in zijn. En, dan proberen jullie alles op alles nog te zetten voor de 4-3. En wij counteren 5-3. Mm-hmm. Misschien een te zwaar, misschien niet. Het is misschien wel een te zwaar verdict. Want ik vond Mechelen toch met veel overgave. De spelers die kunnen voetballen. Dus ik had dat mijn spelers ook verwittigd. Dat zijn hier allemaal jonge gasten die kunnen voetballen. Het kleine broertje, ik vind het niet dat jullie het kleine broertje zijn, daar horen wij ook bij, denk ik. Sparta Petegem, als er kleine broertjes zijn in derde A, Akrenoise. Torhout heeft er ook 5 in, ik denk dat we met een ploeg of 5 een beetje elkaar waard zijn. Vandaag slaat de balans in ons voordeel, maar we moeten eerlijk zijn, op 2-0 zag ik ook even niet meer zitten. Dan scoren wij ideaal terug, 5 minuutjes later 2-1 en dan voel je dat er weer moed in zit in onze ploeg. Mark, wat is jouw analyse van de wedstrijd? Mijn analyse, denk ik dat gewoon, gewoon is dat wij onze beste eerste helft gespeeld hebben van dit seizoen. Dat we voorkomen. En dan, kantelmomenten, dan zie je dat in die wedstrijd, vooral de tweede helft, dat het langs de derde zijde kan kantelen. Petium krijgt een heel grote kans op 2-1. Die gaat ernaast en dan kunnen wij 3-0 maken. Ja, dat is juist. Die gaat ernaast. Als die erin is, dan weet ik het niet. Ja. En dan, dan met die 2-0 en dan wordt het 2-1. En dan gaan we terug een beetje vervallen in onze oude ziekte. Vooral wat ik mijn spelers vandaag alleen maar kan verwijten, is het. Ik moet alles nog eens goed terugzien. Maar vooral die goal op die foulbal, die snelle foulbal, daar staan we te slapen. Dat is het enige dat ik ze vandaag kan verwijten. En dan ben ik zeker. Zeker van dat die tweede gele kaart of rechtstreeks rood op met die. Als dat rechtstreeks rood is voor een foulbal, voor een voet toch,
ja, dan gaan we niet veel wedstrijden meer mee heel even uitspelen. En van het moment dat wij met team vallen, ja, dan krijgen we het zeker zwaar met al die jonge gasten. En, ja, en dan, ja, dan loopt dat blok weer uiteen en dan liep erop te roepen van zit naast mij, je zit als een beetje voorbij mij. Dan liep te roepen van blijf, want in dat jeugdig enthousiasme lopen ze dan toch nog vooruit en dan, ja, dan wordt dat moeilijk om te belopen. En dan, dan zo'n groep kan daar ook niet, je ziet dat daar, maar dat kan ik je niet verwijten, dat daar een groep te jong voor is om op momenten dat de scheids een beetje begint. Nou, raar te doen, zal beleefd zijn. Dan zijn die jonge gasten aan het overdrijven, dan gaan ze ook gaan proberen te tackelen, gaan slijdingstackels te doen dat niet nodig zijn, opeens in de rug kruipen, dat gezicht blijft er gewoon achter, doe wat je de eerste helft gedaan hebt, nee, dan wordt dat een beetje, het ligt daar een beetje uit. En dat is natuurlijk, ja, dat is dat jeugdding, maar ja, we hebben al zoveel, ja, ik denk dat we de eerste helft toch laten zien hebben dat we al terug weer een stap vooruit gezet hebben. En dan, ja, dan komt deze hier weer, maar dat is niet trainbaar, dat is je verstand gebruiken. En dan zie je de jongens die al langer spelen, Lakshin, die blijft daar heel, die blijft daar wat rustiger onder. Tarek, die zich wel, die met zijn lichaam wil bewijzen, maar die gaat iedereen weghalen, die zegt rustig, kalm. Ja, de rest wordt een beetje, ja, een beetje te overenthousiast, zal ik maar zeggen. Ja. En dan krijg je dat. Maar dit vandaag vind ik echt een te zwaar verdict voor ons. Ik denk dat als hier vandaag geen winnaar uitkomt, dan denk ik dat iedereen mag tevreden naar huis gaan. Ja. En dan kunnen wij in principe een beetje klagen dat wij twee keer een voorsprong. Allee, dat we niet ja, geven. Ja. Daar kunnen wij dan het meeste over nog een beetje naweer van hebben. Ja. Mm-hmm. Maar ik kan vandaag zeker mijn spelers niet verwijten. Ik heb hier al gezeten, dat ik ze, maar op dit moment kan ik dat niet. Ze hebben mijn inzet gespeeld van het eerste moment. En ze hebben gevoetbald, zeker zijn eerste helft. Ja. En goed, het is jammer genoeg dat we niks meenemen. Wat zijn de ambities van Sparta? Want dat is het eerste seizoen dat zij in de klasse aankomen. We hebben nog nooit zo hoog gezeten, dus voor ons is dat al een enorme ervaring. Dus we hebben 2 jaar achter elkaar kampioen gespeeld. Dus van de eerste provinciaal naar 4e. Vorig jaar hebben we een beetje geprofiteerd van het feit dat de favorieten klieten af, Sint-Niklaas, Engelmünster, Harelbeke. Maar goed, als je dan in 3e komt, ja, we proberen ons best daar te doen. En onze enige ambitie is in feite, we proberen in de 3e te blijven. En normaal gezien moet dat lukken, maar we zijn natuurlijk een heel belangrijke speler kwijt. Samuel Crispijn, onze sterke diepe spits. Mm-hmm. Dus we zijn nu een beetje aan het zoeken om dat op te lossen. Mm-hmm. Er zak maar één. Dus, dat kan een voor- of een nadeel zijn. Dus iedereen, ik hoor dat Mechelen ook zeggen voor als we een koffie gingen drinken, van ja, we gaan ook proberen voor die laatste plaats te ontwijken. Bij ons is dat net hetzelfde zo, een beetje van aan de ene kant moet je nog een spits gaan aantrekken of niet. Of gaan we het proberen met deze groep? Dus wij proberen een goed figuur te slaan in 3e. En daar ergens vrij te blijven van degradatie zorgen. Dat we proberen volgend jaar in die 2e amateurliga. Dat zou een enorm succes zijn. Allee, ik vind als Petergemaar, ik heb zelf in Petergemaar voetbald in 2e provinciale destijds, zoveel jaar terug. Wij moeten ervan genieten. Als ik hier zie, Racing Mechelen, dat is niet vergelijkbaar met Sparta Petergem. Dat is hier een klein duimpje tegen een reus. Oké, misschien een reus die een beetje in verval is, maar ik ben daar ontvangen geweest in jullie zaal. Allemaal nostalgie, enorm veel respect. Sadel hier, andere voorzitter daar, die nog voorzitter van de bond geweest is. Al die mannen daar. Enorm veel respect. Dus voor ons is het mooi, wij genieten van dit moment dat wij mogen spelen tegen Racing Mechelen of tegen Eendracht Aalst of tegen Oudenaarde. Maar we gaan ons best doen. Mm-hmm. En tot dit moment is er maar één ploeg die ons echt van de mat gespeeld heeft en dat is Dender. Dus we zijn natuurlijk zeer tevreden vandaag met die 3 punten. Dat er afstand is met de laatste, ja, ben ik er eerlijk in. Ja.